What the fuck ben ik überhaupt aan het doen? Oorlog, fuck. We're not doing that. Wat? Wat is dit voor shit? Waarom drinkt hij koffie met zo'n rare neus? Hou je mond. Hey, lang niet gezien. Welkom terug, mijn naam is Rudy. Mijn naam is Rudy Meteen, moet je abonneren. Ik ben YouTuber. Ja, hey, welkom bij iets nieuws. Dit wordt niet echt een serie, dit wordt gewoon weer even zo'n fun game. Het is volgens mij een best geinige game. Het is een cloud game met die rare knoppen, weet je wel, waar alles rondvliegt. En alles ontploft. Nee, maar het wordt zo'n game. Het wordt niet echt een serie. Misschien komen er nog meer afleveringen als jullie het leuk vinden. Misschien niet. I don't fucking know. Maar voor nu, ik vond het er zo geinig uitzien. Dus ik dacht, hey, laat ik dit gewoon eens opnemen. Misschien vinden jullie het ook wel tof. En misschien... Oh, mijn god, ik zit hier achter een glas op de grond te gooien. What the fuck? Katapultactie. Dus ja, ik dacht, hey, laat het gewoon doen. Maar het spel begint gewoon in één keer. Dus ja, dan moeten we even aanpassen. We moeten even resume. Let's go. This is Sam's girlfriend. Ik heb een vriendinnetje, jongens. Yo, kijk dat standbeeld erachter. What the fuck gebeurt daar? Sam's girlfriend does something she should have done a long time. Oh nee, volgens mij gaat ze het uitmaken. Broccoli sap? Nee! Nee! Ik ben gebroccoli sapt. Heb ik nou mijn kaak gebroken? Waar gaat dit spel naartoe? Sam is laying unconscious on the bewusteloos. Nee ja, hij is wakker. Then he makes another effort. Fuck, dit is zwaar jongens. Leven is zwaar. Serieus? Hoe moet ik het... R2. What? Then he takes a left step. What? Oké. Okay. Het spel gaat er uiteindelijk een beetje over dat je alle autonome processen van de mensen wat zelf moet uitvoeren met de controller. Met een verhaaltje erachter, wat nog naar voren komt, denk ik. Dus als ik het goed begrijp, ik moet nu zelf de hele tijd stappen zetten met rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Snap je? En oh mijn god, die gast is... Oh, sorry mevrouw. Ah, koffie in mijn face. Moet ik nou... Je moet zelfs knipperen. Harold. Oh. Jeez. Fuck jou, Harold. Je bent een slechte vader. Wat heeft een jong trouwens voor zo'n fest aan? Doei, vervelende mensen. Niemand mag jullie. Hey man. Sam pays the guy 500 500 euro. Geef terug. Thanks for the tip, douchebag. Wat nou, douchebag? Je bent zelf een klootzak. Hier. Sam, pak nog meer geld. Oh, dat lopen is zo verwarrend. Hey mevrouw. Oké, we gaan verder. Eww, vriendinneke. Ga niet weg zonder mij. Kom in mijn armen, liefje. Kom maar aan. Liefje, Nee! Sam! Sam! Samuel! Oh, mijn vriendin staat al met een mond vol onderrijtanden. Niet alle tanden, maar alleen de onderrij. Ah, je zit ook nog even lekker te barfen achter het desmijtschoentje. Desmijtschoen. Dat is een designer. Ik ken geen dure schoenmerknamen. Ik ben in de Helvenland, jongens. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Allemaal door broccoli sap. Ik ben dood. Waarom zit er een busstation in hel? Ik vind de artstyle wel geweldig trouwens. Dat lopen. Ik ben blut. Wat? Have a nice day. Ik zit in de hel. Wie is dat? Oh, what the fuck? He's trying to do a kickflip on skate, and he's dressed like a douchebag for some reason. Deal met de dood, jongens. Deal met de dood. Aight, man. Aight. Yo. Ja, fuck jou, dood. Ik ga geen deal met je sluiten. Je bent niet betrouwbaar, man. Hey, jij. De eiers. Oké, what the fuck is hier gebeurd? Al deze mensen zijn dood gegaan op een of andere manier. Hello there, dear sir. Let's see if we can find a job for you. Een baan. Ik wil geen baan. Die gasten doen gewoon nog een sigaret roken. Fuck dat, ik ga dus echt geen baan zoeken. Hier, pak mijn zielpapiertjes, man. Death resurrects Sam, but he has to live for 24 hours manually. And all this would make way more sense, of course, if you would stop skipping stuff. Het spel zit beneden erop af te rekenen, omdat ik de cutscene skip. Ik wil het verhaal niet te veel meemaken, ik snap het wel. Dit wordt gewoon een snelle afleveringsspel, snap dat nou? De deal was dus met de dood, met die bro van mij, dat ik weer uit de hel kan weer tot leven kan komen als ik onder zijn... termen met een handicap 24 uur lang kan blijven overleven. En dat is nu dus dat ik alles manueel moet doen. Dus ik moest nu al dat kutlopen doen. Alles wat normaal gesproken autonoom is. Oh mijn god, ik zie er echt fucked up uit. You look great, bro. Hey, ben ook man. Mijn gezicht wordt blauw. Mijn gezicht wordt heel erg blauw. Help, ik stink. Help. Moet ik serieus zelf ademen? What the fuck? Oh. We zijn er bijna, jongens. We zijn er bijna. Een klein stukje nog. What the fuck? Ik moet nog gewoon blijven ademen. Dit is echt fucking grappig. Een kut irritant. Volgens mij... Oh. Nee. Stop met die splagaten. Kom op. Geen splitty. Ik moet echt ademen en alles. Dit is zo lastig. Ga je tandjes poetsen, man. Knipper.
Knipper terwijl je je tanden poetst. Gewoon blijven knipperen en tanden poetsen. En ademen. Sam is dumb enough to breathe in with his mouth full of water. He has to cough. Ik ben fucking dom. Sam has some trouble. Nee! What the fuck is er met mijn rug? Is die echt nog gebroken? Hey, tandjes is schoon. Oké, we gaan verder. We gaan verder naar. Ik vergeet dit op te ademen. Kom op. Oh, mijn god. Ja, oké, we gaan gewoon zo douchen. What the fuck, man. Knipper! We gaan mijn face wassen. Nee! Stop mijn ruggengraat. Adem! Oh yeah! Ik ben een schone jongen. Oké, gaan we weer op naar. I don't know. We gaan even kijken hoe die kickflips maakt daarachter. Okay, doe die flippity flop. Nee! Dood is echt fucking slechte kickflips. Even dat jullie dat weten. Hou je pis in. We gaan naar het toilet. Ik heb haast. Mijn blaas is maar zo klein. We zijn er bijna. What the fuck ben ik überhaupt aan het doen? Hij kan zijn navelpluis zien zitten zo. Hoe moet ik pissen? Oh mijn god. Nee. Nee. Binnen de randjes. Anders worden alle vrouwen in het huis boos. Oh. Hey, dood. Niet kijken, man. Niet kijken naar mijn leuter. Iets van mij. Binnen de. Nee. Oh mijn god. Heb ik over mezelf heen gepist? Ga rechtop staan. Man, ik heb net gedoucht. Ik heb helemaal onder de zeik. Piss in mijn gezicht. Nou, whoop die freaking doe. We kunnen onszelf verzorgen. Je bent 35, man. Doe iets met je leven. The fuck is dat voor schilderij? Kom op. Dat wil ik niet zien, Sam. Ik zeg een hele stretchy broek voor al mijn splitjes. Oh, mijn god. He picks a pair of blue jeans. The ugly ones. Die zijn niet lelijk, meneer. Doe normaal. Dit zijn mooi. Oh, mijn god. Ik zet echt 6 knoppen tegelijk in te duwen. Sam successfully put Kijk, on his pants. Hier kan ik lenig in zijn. He settles for a mediocre one. Wat dan mediocre? Deze is mooi. Oh mijn god. Of having shoes on. So bad. What the fuck? Oh. Sam decides to hurl himself down the stairs. Nailed it! Yeah, shit. Bijna. Ik wil hierbij spelen. Nee! Nee, ik heb hem kapot gemaakt! Nee, Flappy Bird Rooster! Oh. Hey, yo, what's up? Eet die shit. Fuck! Jongens. Ik ben zo slecht in leven. Oké, we kunnen dit wel, hoor. What? Nee! Oh, nee. Hij gaat voor kickflip. What the fuck daar in de achtergrond? Dat is Flappy Bird. Death is een klootzak. De dood is niet aan. Oh. Mijn god, blijf ademen dan. Moet ik nou serieus gaan autorijden? Oh, mijn god. Oké, koppeling in, jongens. Hey! We doen hem zo. Je moet en ademen, en autorijden, en schakelen. Mijn hersenen werken niet op zo'n doordachte manier. Woehoehoe! Waarom zijn er zoveel oude vrouwtjes op de weg? Is dat wel eens tussen zij? Ze heeft de boepsels. Oké, gaan we dan? Nou, ik ben eindelijk van haar af, gelukkig. Ik wil niet doodgaan. Hoe moet ik stoppen? Shit, ik heb mijn nieuwe kapotte auto gecrashed. Oh fudge. Ik heb waarschijnlijk een oma aangereden. Waarom is hij het huilen? Oh, dood heeft het verneukt, jongens. Dood heeft het verneukt. Hey, Sam. Can I borrow your last shred of life? Blink twice if yes. Hij wil iets van me lenen. Mijn laatste levenspapiertje. Fuck no, die krijg je niet. Nee, ik ga niet knipperen. Nee. Ga ik niet doen. Het is zijn schuld. No, ik ga niet knipperen. Ik ga niet knipperen. Nee, bekijk het maar. Moet ik serieus knipperen? Ik ga niet knipperen. Mijn ogen worden zo rood. No deal. Kan ik nu knipperen? Ah, wedden als ik nu nog een keer knipper dat ik dan alsnog te zak ben. Ah, what the fuck. Maar ik moest knipperen. Hey, receptie. Ik heb sleutel nodig. Ik ben die voorbij verloren. Kun je... Oh, mijn god. Oh, sorry dat ik zo... Hey, hi. Dit is mijn grootste aardsvijand. Ik kan dit. Geen probleem. Oh, hey Sam. Dat is een hele mooie BH die er hangt. Oké, Roots. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dit is echt een heel vaag spel. Ik heb... Het is zo moeilijk om alles bij te houden. Het knipperen, het ademen, de rug recht houden, het lopen. Anders ga je net dit doen. Zo, wait. Dat is zo lastig. Maar in ieder geval, vond je deze aflevering leuk? Doe dan dat duimpje omhoog. Ik denk dat dit een eenmalig iets is. En abonneer als je het nog niet gedaan hebt. En ik zie jullie in de volgende video. Dus. Hey. Später. Ah.